Nou, het is weer een beetje voorjaar aan het worden. En we staan nu bij de grootvruchtige knoeienkers. In dit geval is het de Jolico. En de Jolico is een heel bekend ras. En we zitten nu uit mijn hoofd aan 23 februari. Dus dat is heel vroeg in het voorjaar. En deze bloeit al. En dan vragen heel veel mensen van, maar kunnen ze wel tegen vast dan? Stel dat het gaat vriezen, wat gebeurt er dan met die bloempjes? Krijg ik dan wel fruit? Jazeker. Het is bizar, maar vorig jaar bloeide ze dus ook vrij vroeg. Kijk, hier hebben we een bijtje zitten. Ik zit zelf een beetje tegen de zon in te kijken. Mooi, hè? Maar de bloempjes, die bezitten een soort antivries. En de vruchtbeginselen die gaan in een soort rust. En eigenlijk pas op het moment dat ze vol in blad komen, dan ontwikkelen ze in één keer veel verder. Dus vorst is eigenlijk niet het probleem. Wat wel een probleem kan zijn in ons klimaat is dat het bijvoorbeeld nu heel koud zou zijn. En we hebben natuurlijk ook een aantal koude weken gehad. Dat het gewoon regenachtig is, stormachtig. De temperatuur onder de 11 graden. En hier in de zon, ik denk dat het nu ongeveer 15 graden is. Omdat dit ook een luwe plek is. En de bijen en de konijnenhommels, die zijn er echt dol op om hier op te vliegen. Want de knoeikers bezit hoog energetische nectar. En dat wil zeggen, voor elke gram nectar wat ze halen, zit er verschrikkelijk veel energie in. En dit is het eerste eigenlijk wat de bijen kunnen gebruiken. Want je hebt bijvoorbeeld de krokusjes, de hazelaars, de taxus, de levensboom is dat. Die dus stuifmeel geven. Maar deze die geeft dus echt nectar. En echt een goede nectar. Kijk, hier hebben we er nog eentje. Dus de bijen en de konijnenhommels, die zijn er dol op. Het is een hele nuttige bron van nectar dus. Er zitten ook bepaalde soorten andere insecten op. Die zie ik nu eventjes niet. Die er ook wat aan hebben. Dus eigenlijk is het een beetje een dubbeldoel. Het is het eerste nectarbronnetje van het voorjaar. Bron kan ik wel zeggen, want op het moment dat het gewoon een aantal dagen gewoon echt mooi weer is. Ja, dan gronst het gewoon van de insecten. En vind je het ook niet schitterend in je eigen tuin? Dus dan heb je zowel een plant met sierwaarde die op het moment bloeit, dat er verder nog eigenlijk niks bloeit. Hij lijkt ergens ietsjes op de schijnhazelaar, de toverhazelaar moet ik zeggen. Maar dat is hem niet. Deze heeft iets zacht gelige bloemen. Misschien iets minder uitgesproken qua kleur. Maar het is echt schitterend. De insecten hebben er wat aan. Het oog heeft er wat aan. Ook door de zomer heen is het schitterend. En als je de grootvruchtige knoeikers hebt, dus de selecties die dus groot fruit geven. Ja, dan heb je ook einde van de zomer. Bij bepaalde rassen, zoals de Jolico, die rijpen dus september, oktober. Dan hangen ze dus helemaal vol met mooie rode vruchten. En de blad glimt meestal ook nog behoorlijk, dus dan heb je echt een heel mooi uiterlijk. Het is echt een plant must to have. Kijk, daar hebben we een konijnenhommel. Ah, de eerste van het jaar. Ik hoop dat ik hem eventjes erop kan krijgen. Kun je zien dat ik niet gelogen heb? Hij is een beetje aan het rondhopsen. Waar is hij nu? Ik wil hem toch hebben. Nou, ik denk dat ik hem een beetje verstoord heb. Maar die grote hommels, ja, dit is een schitterend gezicht. Als je dan ook er eenmaal op zit, dan gaan ze van bloem naar bloem. En dat doen ze niet vliegend, maar ze lopen erheen. En je kunt ook zien. Ik hoop dat het een klein beetje zichtbaar is. Ik ga proberen in te zoomen, maar het licht is een beetje verkeerd. Even kijken hoor. Eigenlijk elk terrasje bestaat uit vele bloempjes. En dat kun je ook heel goed zien onderin, bij mijn onderste vinger, bij mijn pink. Daar zie je dus ook de stampietjes zitten. Maar ook waar het stuifmeel uitkomt. Dat zijn, ja, tijd voor een goede camera. Kijk, hier kun je dus zien. Dat zijn de meeldraden en de stampes. Die dus ervoor zorgen dat een bloem bestoven kan worden. En we hadden het over de grootvruchtige selecties, maar je hebt ook dus gewoon de zaailingen, die geven kleine fruit. En wat is daar nog meer een nadeel van, meestal qua opbrengst? Er zitten veel meer meeldraden in als zijn de
dus de stampes. Dus eigenlijk heb je veel meer mannelijke bloemen. Want je moet het een beetje zien van, er zitten mannelijke en vrouwelijke bloemen in één, eigenlijk in één trasje. Dus de grootvruchtige selecties, die zijn ook nog eens een keer geselecteerd op dat er meer vrouwelijke bloemen op één trasje zitten in plaats van mannelijke. En dat heeft dus het effect dat je ook veel meer kans op veel meer fruit hebt. Maar dit is dan je wildje. Ik denk dat waar ik nu bij sta, die is denk ik ongeveer 2,25 meter. Ze kunnen veel groter worden. De Jolico die kan uiteindelijk op hele goede grond echt wel 4 meter worden. De Flava die blijft wel weer kleiner. Dat loopt er heel eventjes heen. We staan nu bij de Flava. Deze die is veel kleiner. Die is ook wel 2 meter. Maar hij is gewoon veel minder vertakt als de Jolico. Ja, deze die blijft ook veel kleiner, want de vorm is veel compacter. Dat is wel heel grappig. Dus je hebt een bepaalde ras die kan veel groter. Je kunt ook zien. De bij die dus ook lekker van bloem naar bloem loopt. Is het een beetje te zien? Misschien wel, hè. Maar de Flava die heeft een veel compactere groei. Die blijft ook veel kleiner. Maar die komt ook helemaal vol met vruchten. En in dit geval niet de rode vruchten, maar de gele vruchten. En zoals je nu ziet, de bijen die zijn dus echt druk bezig aan het vliegen op de Cornuliacas. En je hebt kruisbestuiving nodig. Dus de Flava die heeft de Jolico nodig. En de Jolico die heeft weer de Podolsky nodig. Daar lopen we nu heen. Kijk, dit is een Podolsky. En al deze planten die zijn nu een jaar of 8, denk ik ongeveer, dat ze in de grond staan. Die zijn 9 jaar geleden geënt. Het zijn dus ook weer geënte exemplaren. Kijk, dit is de Podolsky. En we hebben ook nog bepaalde rassen die dus veel later uitlopen. Dat zal ik nu even laten zien. Zo uit mijn hoofd is dit de Florianka. Ik ben het heel even kwijt, er hing een labeltje aan. Maar ik weet eigenlijk niet meer wat het is. Dat is best wel lastig, want we proberen met alles dus echt raszuiver planten te hebben staan. Waar we dus exact van weten wat het is. Nou, in dit geval ben ik het even kwijt. Maar ik denk dat dit een Florianke is, ook aan de groei te zien. Die heeft iets meer een opwaartse groei, zoals je ziet. En deze die komen jaar op jaar komen ze later uit. En die worden eigenlijk meestal bestoven door de Schönbrunner Comet, die ook iets later is. Maar op zich, als het een paar dagen mooi weer is, ja, dan knalt deze dus ook in bloei. En dan is de kruisbestuiving met de andere rassen ook heel goed. En er wordt best wel vaak gevraagd. Nou, dat inzoomen is lastig. Maar er wordt best wel vaak gevraagd van welke rassen passen het beste bij elkaar. Over het algemeen maakt dat niet veel uit. Doordat, ondanks dat de ene iets later is en de andere iets vroeger is, maakt het niet heel veel uit, want de bloeiperiode is ook heel lang. Bij bepaalde soorten zie je dat ze de bloei, laten we zeggen, 1 of 2 dagen is. En de amandel, nou, die is meestal met een weekje helemaal uitgebloeid. En deze die kunnen gerust 3 weken bloeien. Dus eigenlijk, een overlap is er altijd en meestal komt het gewoon ook goed met de bestuiving. Kijk, dit is de Schönbrunner Comet. Dat is dus een Oostenrijkse ras. Dat is de Jolico ook. En deze die zijn dus iets minder ver als de Jolico en iets verder dan de Florianka. Kijk, hier heb je zo'n solitaire bij erop zitten. Kun je dat zien? Ja, daar zit hij. Het is denk ik geen metselbijtje. Maar er zijn dus meerdere insecten die dus heel veel hebben aan dit vroege fruit wat hier aankomt. Nee, niet het vroege fruit, aan de vroege bloei. Kijk, zelfs de vliegen die vinden het lekker. Dus dat zegt wel wat hoeveel nectar erin zit. Even kijken. Ja, ik vind het heel vervelend, maar dat beeld, hij stelt heel slecht scherp. Dus het is gewoon tijd voor een nieuwe camera. Nou, hier kun je zien. Deze die komen dus nog allemaal. Van de andere kant misschien iets beter. Ja, het is gewoon echt een schitterende struik. En deze, dit is de Schönbrunner Comet, wat eigenlijk een van de allerhoogste. En deze die kan gewoon gerust een metertje of 6 worden zelfs. Dus we hadden het over de Jolico, die kan een metertje 4 worden. We hadden het over de Flava, die wordt gemiddeld genomen 2,5 meter. En de Florianka, dat kan ook al een redelijke hoge worden, van 3 meter. Dus onderling zit er best wel verschil in. Maar dan ga ik jullie nog één ding laten zien. Hoe je ze ook heel leuk kunt snoeien.
Kijk, hier zitten we weer bij een Podolski. Die staat nu echt vol in bloei, maar die staat ook op een hele lekkere warme plek. En dan had ik het over hoe je ze kunt snoeien. Nou, deze die hebben we een beetje als een schermpje gesnoeid. Want we willen hier straks de doorkijk weg hebben. En hier boven is een kronkelwilg. Die gaat ook met een weekje of 3-4 bloeien. En de grond is ook van de insecten. Maar we hebben deze dus plat gesnoeid. En dat houdt dus in meer als een schermpje. Zie je dat? Dus over zo is hij heel smal. En ga ik over zo, dan is hij echt al een metertje of 2 breed. En toch, ondanks dat je hem zo snoeit, heb je binnenin heel veel vruchthout. Kijk, hier kun je het ook zien. Hier, deze die hebben we nu laatst afgesnoeid. Even kijken of ik wat kan zien waar we ze vorig jaar op afgesnoeid hebben. Kijk, hier hebben we vorig jaar op afgesnoeid. Maar je kunt ze dus heel goed als een haag ook zetten. En ook zelfs als een windhaag. Dus heb je binnenin veel fruit hangen. En ze blijven relatief smal. Ja, dat is toch super gaaf als je zoiets als haagje neer gaat zetten. Zomers dan is die echt ondoordringbaar groen. Dus je kijkt er niet doorheen. En in de winter heb je natuurlijk wel dat die dan gewoon heel transparant is. Maar goed, dat is een keuze die je zelf maakt. Als je zegt van nou, ik wil gewoon een windhaag hebben waar veel wandelaars langs lopen in de zomer. Ja, dan is hij gewoon nu deze tijd van het jaar mooi bedekt. Nou, wij vinden het in de voedselbossen, maar ook in de permacultuur, een must to have. En dat is dus omdat de insecten er veel aan hebben. De vruchten die zijn echt waanzinnig gezond. En de goede rassen die zijn ook waanzinnig lekker bij volle rijpheid. Ja, ik kan er zoveel meer over zeggen, maar wij zijn zelf heel enthousiast. En er zijn dus behoorlijk wat rassen. En op www.eetbaargoed.nl kun je dus de goede rassen ook vinden. En daar hebben we ook een uitlegje bij wat de verschillen zijn. We moeten her en der nog ietsjes aanpassen, maar ja, het is een van de favorieten.